Wout Poels is een van de meest getalenteerde jonge wielrenners in Nederland en komt uit de gemeente Venray, komt uit Bitterswijk. Wout Poels is de hoop van de regio, van de provincie en van Nederland. Wout is een neef van mij en bovenal een geweldige sportman die een eigen wil heeft. En die wil is, ik wil prof worden en hij werd prof. Ja, Wout Poels is de zoon van Henk Poels en van Willemien Poels Berde. En ja, Wout is de jongste van het gezin. En we hebben drie zonen. Een vriendje. En sportief is die. Is heel lief. Zorgzaam. En grappig. Ja, ik ben Wout Poels uit Bitterswijk. Professioneel wielrenner bij Vakantsvlei DCM. En hoogstwaarschijnlijk maak ik dit jaar mijn Tour debuut. En de spieren die stond strak. Elke berg heeft zijn verhaal. Geen een meter, deen is vlak. Naar boven, naar boven. Door de zomer in de perm. Hierboven, als en een oven. Winterlang is veel verwerkt. Gesleten stier, doffe klappen op de maan. Fiets de meadow zelf al hier, de laatste meters van vandaag. Naar boven, naar boven, naar boven. Naar boven, naar boven, naar boven. Aan de kant, ik lig op stuur. Naar boven. Wout, probeer eens te beschrijven hoe je je nu voelt. Een kut. Helemaal kapot. Heb je nog naar de klok gekeken toen je over de finish kwam? Ja, volgens mij stond hij op 28 minuten. Volgens mij is dat net genoeg, maar... Hoe vervelend, hoe zenuwslopend zijn die laatste kilometers? Wat gaat er allemaal door je heen? Ja, gewoon doortrappen eigenlijk gewoon om binnen te komen. Want ja, buiten tijd is ook zo zonde, hè? En ik moet er gewoon even doorheen komen en dan komt het wel weer goed. Maar het was gewoon even kloten vandaag. Wat heeft je er doorheen geslagen? Nou, gewoon dat de Tour is. En ik wil hem gewoon uitrijden, dus ja. Wat is verder de oorzaak? Nou, ben ik voor de start ziek geworden. En daar heb ik nou denk ik nog de naweeën van. En op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer volgen en dan houdt het op. Ja, terwijl dit toch de eerste serieuze test is, hè, met wat kolletjes, schrok je daar dan van dat je ineens echt aan de bak moest? Ja, op het begin ging het eigenlijk wel goed, maar toen kwamen die klimmetjes, die eerste ging ook wel goed. En toen voor die klim van 6 kilometer moest ik lossen. En ja, dus ja, ik schrok er af. Ik weet gewoon dat ik nog niet in orde ben en ik weet waar het aan ligt, dus dat is ook wel fijn. Wat dan? Ja, dat ik ziek ben geweest of dat ik daar een naweeën van heb. Dus en daar ben je niet 1, 2, 3 van opgeknapt. Maar je hebt het gered? Ja, gelukkig wel. Overmorgen rustdag? Ja, inderdaad. Daar naartoe leven. Heel veel renners aan de start, nog meer kenners langs de kant. En ineens staat hier het hart, trekt het circus door het land. De longen vol met frisse lucht en de oergezien vol vuur. Elke boog is hier berucht, handen trekken aan het stuur.
snel het gier. Naar boven, naar boven, het mooiste doet zich dat bestier. De vlucht haast op het pedaal en de spieren die stond strak. Elke berg heeft zijn verhaal, geen meter deen is vlak. Naar boven, naar boven, door de zomer in de berm. Hierboven als in een oven, in te lang is vuur verwerkt. Versleten stier, doffe klappen op de maan. Fiets de meadow zelf al hier, de laatste meters van vandaag. Naar boven, naar boven, naar boven. Naar boven, naar boven, naar boven. Aan de kant ik lig op stuur. Winnaar van de Tour de France. Naar boven, naar boven, naar boven. Podium dat kun je niet. Naar boven, naar boven, naar boven. Moet de schaduw in het licht. Naar boven, naar boven, naar boven. In de allerlaatste sprint. Ja, ik vind het altijd lastig om van jezelf te zeggen, maar ik denk wel dat ik een soort karakter heb om op die fiets elke dag te stappen en mijn prestaties neer te leggen. Bij alles wat hij doet, waar hij aan denkt, denkt dus eerst aan, is wel goed voor het fietsen. Zijn hele leven, zijn hele dag bestaat uit trainen, rusten. En dat is allemaal voor het fietsen.